50 met een dak met dakpannen bedekt. Vrij eenvoudig brandje. Dus we waren vrij snel te plaatsen en hebben gekeken en we gaan de schoorsteen nu vegen. En we doen alles van bovenaf om zo min mogelijk schade te maken aan de binnenzijde. Dat mijn dochter naar buiten kwam en die zei van mam, is dat normaal dat die schoorsteen rookt? Ik zei nee, zo niet. Dus gelijk mijn man geroepen en toen was het raak. Dus gelijk 112 gebeld en dit zie je. Steekt het ook in huis? Weet ik niet, ik ben nog niet binnen geweest. Maar aardappels staan nog op dus. Hoe kunnen de hattemers dit voorkomen, zo'n schoorsteenbrandje? Ja, regelmatig vegen en goed hout gebruiken. Maar ja, dat is een mens eigen, hè. We hebben wat nat hout liggen en dat gaat er ook op. Ik zei, we hebben hem helemaal niet meer gebruikt. Nee. Maar vanavond was ik boven. En wat hoorde je dan? Nou, toen was hij echt warm. Hartstikke warm is het weer. Nou, waarom niks aan jou zo'n klein gaskachel, zo'n elektrisch kacheltje. En toen was ik net waar wij gaan kijken naar een gaskachel. Ja. En toen was het echt zo. Ik zeg, wat is dat dan voor geraas? En het was net, die pijp, dat was echt zo'n pijp. Het was knaloranje en warm. Ik zei, nou, dat klopt ook wel door, maar niet warm, niet kou dat vanavond. Maar ik kreeg gewoon echt geen... Ja. Ik denk, ik schrik toch. Ik zei, nou, het zei van, naar boven, maar dan boven nog. Was het ook nog helemaal hartstikke warm vanavond nog. Ja, ik denk, dat kan nog lang duren natuurlijk, voordat zoiets afkoelt. Maar het zal misschien wel niet zo erg weer. Maar ik... Net dat ik eigenlijk deur lostrek van de kachel, komt er een heleboel vuur uit weer. Of er een verstopping in gaat zitten, of een uittakking wat in zit. Ik kan in mijn huis verschoon. Ik word heel aan de boem geweest. Ja. Je bent het branden van Zwolle belden gevolg. Geen commentaar. Van de worp, maak dit weg, kom. Weg met dat ding. Stap in die auto. We waren hem gelijk vanavond al zoiets. We gaan een gaskachel. Maar... Ja, Prio 1 weer hetzelfde adres waar we vanmiddag geweest zijn. En wat er gebeurd is, is er gebeurd. Maar de kachel brandde weer. Of althans, de schoorsteen brandde weer. En we hebben nu de hele kachel verwijderd. Om alle narigheden weg te halen en alle zekerheden in te bouwen. Dus dat is gelukt. En we gaan nu weer inpakken en dan gaan we weer huiswaarts. Er was geen derde melding. Er komt geen derde melding. Er komt geen nieuwe melding meer, althans niet op Oude Kerkweg 56 omtrent een schoorsteenbrand, want dat is nu uitgesloten. Op zondag 8 mei kwam er om 5:37 een melding dat er een agrarisch bedrijf in brand zou staan aan de Gelderse Kade 4, ter opgeschaald naar middelbrand, om 5:46. Werd deze brand opgeschaald naar grote brand. Er waren de binnenkortste keren ook veel korpsen uit de omgeving aanwezig. Het zou gaan om een agrarisch bedrijf met een rieten dak. Gelukkig was er geen persoonlijke schade, alleen een pony was een klein beetje gewond geraakt. En voor de rest was er uiteraard veel emotie bij de bewoners die gelukkig alles allemaal op tijd het pand konden verlaten.
Ja, ik heb het niet, ik kon nog even kijken, maar...